Heb je je hoofd ooit wel zo groot gezien? Nee. Ik had mijn hoofd gestoten tegen het parasol in de tuin van Stefan. Bedankt, Stefan. De komende weken staat Naarde helemaal in het teken van het fotofestival. Drie topfotografen, Koos Breukel, Stefan van Vleteren en Joost van der Broek, alle drie gespecialiseerd in portretfotografie, hebben een gezamenlijke tentoonstelling in de Grote Kerk. Maar ja, fotografen zijn doorgaans nogal solitaire wezens en ook nog eens camera-schuw. En nu moeten ze én samenwerken en zelf voor de lens. Ik hou helemaal niet van fotofestivals. Maar omdat ze me deze kerken aankwamen zetten, dacht ik van... hé, ik heb altijd al een keer iets in een kerk willen maken. Vind je dat zo vreselijk, ja, fotofestival? Nou, ik vind het altijd heel veel en je moet van locatie naar locatie. En eigenlijk naar twee locaties heb je het al gehad. En het is vaak een reis erbij. En het is ook vaak dan in een kerk, maar dan wordt die hele kerk vol geplemd met schotjes. En dan maken ze een soort kunstmarkt uit Alkmaar van, zeg maar. En ja. Nee, was het verkeerd met Alkmaar? Ja. Belediging. De kunstmarkt in Alkmaar. Ja, ja. Maar het is wel zo, ik bedoel, als je intens naar fotografie kijkt, dan kan je gewoon geen namiddag doen. Dus in die zin begrijp ik wat Koos zegt. Gewoon. Je kan even die marathon lopen, maar je kan er geen vier achter elkaar lopen. En dat is met een fotofestival wel zo. Maar hier is het een. Een kleine 800 meter dat we proberen in een cirkel rond te krijgen. En dat proberen we wel heel intens te houden. Eigenlijk zou je moe naar buiten moeten komen, vermoeid van te kijken. Die zou ik dan een beetje ruimte laten zo. Deze onderaan. Dan heb je daar het bloempje in het haar en dan hier heb je gewoon de sluier. Ja. Nee, andere kant hier misschien. Joost, kan je niet duiken? Hoe is dat eigenlijk, de verhouding Hollanders en als enige Vlaming hier? Ja, ik voel me zo in de minderheid. Alleen. Ja. Sorry. Nee, maar Vlamingen zeggen wel dat Nederlanders gewoon wat botter zijn. Oh, ja, directer, zie je dat ook in hun werk? Niet bij Joost en Koos. Joost is voor mij de meest Vlaamse fotograaf. Ja, dat vind ik ook. De meest Vlaamse Nederlandse fotograaf die ik ken, ja. Ja, is heel zacht, heel timide, heel rustig, niet opdringerig. Mijn foto moet mijn foto zijn. Mijn foto moet niet Koos' foto zijn. Koos' foto die mag iets brutaler, mag iets... Ja, het mag ook swingende, het mag ook... Ja, het is meer een soort gevecht. Ja. Ik probeer het meer op een vechtende manier. Hij probeert op een zalvende manier dichter bij de mensen te komen. En hij zoekt die eenzaamheid op. Altijd, tenminste, als ik naar portretten van hem kijk, dan zie ik hem ook. En dan voel ik een soort... Dat zijn authentieke mensen die eigenlijk niet buiten de maatschappij staan, maar wel een beetje gevoelsmatig buiten de mensheid. Wat dat een kunstenaar in principe altijd is. Eigenlijk is een kunstenaar iemand die zich afsluit en wel naar de wereld kijkt. En met één voet erin zit, maar wel in zijn atelier of waar dan ook zijn eigen wereld creëert. Dus, misschien klopt het. Deze even opzij halen. Ja. Dat vind ik wel mooi, geloof ik. Misschien, kijk eens, misschien dat deze wel mooi bij elkaar zijn. Ja, volgens mij is het ook mooi bij elkaar. Ja, en je krijgt dat patroon wel mooi. Hier bloempjes en daar hokjes. Nou, dan haal ik denk ik even die handen van die Celimène. Die Evenden die stond in een museumzaal in Keulen. Hij had daar een overzichtstentoonstelling. En hij had een fotomoment, dat stond op de agenda. En die Evenden stond in die zaal, heel mooi in het pak.
En er stonden allemaal fotografen gewoon op 5 meter afstand met lange lenzen. En hij stond gewoon zo. En ik zag dat en ik denk, wat is dat voor idioot gedoe? Dus ik pak mijn Rolleiflex en ik schuif er zo'n close-up lensje op. En ik stap zo naar hem toe. Paf! Zo dichtbij. Ja. En hij stond zo te kijken en je voelde hem denken van... nou, hij heeft in ieder geval wel lef, die jongen. Maar dat zou Joost of mezelf nooit durven. Nee. Ja. Ik doe het ook steeds minder, want ik durf het eigenlijk ook niet meer. Ja. Dat hoort echt bij mijn jongen. Gaat het juist weg, ja? Is dat... Nou, je wordt, tenminste in mijn geval... toen ik ouder werd, toen verloor ik dat confronteren. Gewoon die behoefte, dat... Op een gegeven moment werd het beschouwend en ging steeds grotere afstand nemen. En grotere platencamera's, waarmee je onmogelijk zo kan doen. En, ja, dat is heel vreemd. Het is zo, met ouder worden komt er veel meer schroom. Ja. En vaak denk je, ah, ervaring en gewenning en zelfvertrouwen. Vergeet maar, het, dit is net het omgekeerde. Want Stefan van Vleeten, dat is een soort ja. Je bent zo'n grootheid, dat kan me voorstellen dat je nu juist kunt maken. Hoe groter uw naam, hoe kleiner uw hart het wordt. Dus, ja. En straks hangen we aan de lucht. Dicht bij God. Dichter komen we nooit. Nee. Ja.